Vanuit een nieuwbouwhuis in Amsterdam-Noord is dit Economy Class. Met Marlies Ruiter en Audrey Zonneveld. Een talkshow over geld en al het andere wat je niet op de bank te laten verstoffen. Welkom bij alweer de derde aflevering van Economy Class. Vandaag is bij ons te gast Martine Hafkamp, directeur van Vintessa Vermogensbeheer. Zij is vorig jaar uitgeroepen tot de beste beursexpert van 2012. En ze is vandaag hier om met ons te praten over mannen en vrouwen op de beurs, het verschil daartussen. Geef haar een hartelijk applaus. Leuk dat je er bent. Fijn. Hi. Welkom. Martine, vrouwen beleggen beter dan mannen, blijkt eigenlijk uit alle onderzoeken. Kun jij ons uitleggen hoe dat kan? Nou, of het nou echt zo is, dat waag ik dan weer te betwijfelen. Want het gaat erom dat vrouwen minder risico nemen. Dan is mannen beslissen heel snel en vrouwen die moeten overtuigd worden. Maar ja, ik heb jullie boek ook gelezen. En af en toe hebben jullie toch ook best wel impulsbeleggingsbeslissingen genomen. Ja, zeker. Wij beleggen als mannen. Ja, ja, dus, maar zo zijn er heel veel vrouwen. Maar in de basis zijn vrouwen hebben iets meer geduld. Dus die kunnen wat meer de lange termijn in de gaten houden. En dat blijkt vaak wel heel goed te zijn. Ja. Maar hoe neem je nou eigenlijk rationele beslissingen bij het beleggen? Dat is misschien wel het allermoeilijkste van het hele vak. Dat is het ook heel moeilijk, want er zit natuurlijk altijd emotie bij. Want je hebt nou eenmaal met het ene aandeel van een bedrijf heb je meer dan met een ander aandeel. Mm-hmm. Omdat je denkt dat je het bedrijf kent, omdat je de naam kent. Omdat je het wel voorbij hebt zien komen. Ja. Maar dan is het juist belangrijk dat je wel eerst goed je huiswerk doet. En niet blind de tips van Jan en Alleman opvolgt. Mm-hmm. Dat ligt er weer aan met wat voor soort geld je belegt en hoeveel jaar je de tijd hebt. Ja, want zou je daar iets meer over kunnen vertellen? Bijvoorbeeld het doel waarvoor je belegt bepaalt natuurlijk welke beleggingen je doet, toch? Ja, voor een groot deel wel. Want als het echt geld is wat jij over hebt en wat ook niet uitmaakt als het weg is, dan kan je natuurlijk daar wat meer risico mee nemen dan als het geld is wat je over een paar jaar toch nodig hebt als aanvulling op je inkomen. Mm-hmm. Omdat je dat bedacht hebt, dan moet je minder risico nemen. Ja. Nou, dus dat is altijd heel belangrijk om dat soort keuzes vooraf te maken. En ik vind het een heel mooi antwoord, maar hou je gedachten ook even vast. Neem ondertussen rustig een slokje water. Want wij gaan namelijk kijken naar een optreden van Sophie van Hoytema. Wij praten over gevoelens op de beurs en zij gaat voor ons zingen het welbekende Feelings. Nothing more than feeling. Trying to forget my feelings of love. Website kunt u trouwens nog meer nalezen over zangeres Sophie. Martine, als je nou een leek moet uitleggen wat het nut en eigenlijk vooral ook de lol is van beleggen, hoe zou je dat dan doen? Nou ja, als je het heel breed kijkt, beleggen is heel breed. Je hebt met heel veel dingen te maken als je het goed doet. Met demografie, natuurlijk met economische ontwikkelingen, maar ook met dingen als sentiment, dus ook met psychologie. Mm-hmm. En ja, dat is, kan het heel leuk maken. Alles wat er in de wereld gebeurt, kan invloed hebben op jouw aandelen. En nu hebben veel mensen, vinden het best een beetje spannend om te gaan beleggen, want de economie gaat toch heel slecht en... Maar is nu juist niet het ultieme moment om erin te stappen? Nou, het is altijd het goede moment of het is nooit het goede moment. Dat ligt dan weer aan je emoties, waar we natuurlijk ook zo mooi het over hebben. Maar dat is echt zo, want er is altijd geld te verdienen. Mm-hmm. Alleen, je kan het ook gebruiken, een beurs als bescherming natuurlijk. Yeah. Want wat je nu dan, wat ik heel veel ook wel zie, mensen hebben spaargeld niet meer zoveel vertrouwen, door Cyprus bijvoorbeeld. Maar als je ook gewoon kijkt naar vermogensrendementsheffing, naar inflatie die er wel is, en hoe laag de rente is op een spaarrekening, nou, dan lever je ook geld in. Maar toch denk ik dat veel mensen nog wel het idee hebben, ja, maar dan heb ik in ieder geval nog iets. En bij beleggen kan alles zomaar weg zijn. Nou ja, als je goed je huiswerk hebt gedaan en het fundamenteel goede bedrijven zijn die financieel hartstikke goed in elkaar zitten, dan denk ik dat je daar veel veiliger zit met je spaargeld dan als je het op de spaarrekening laat staan. Want het vertrouwen in banken is ook niet meer zo heel groot. Nee. Wijze woorden en ik denk ook hele mooie woorden om mee af te sluiten, want de uitzending zit er helaas alweer op. Wilt u trouwens een keer een uitzending bijwonen van Economy Class, dan kunt u ons mailen of bellen en dan kunt u plaatsnemen bij ons op de bank. Dit is het voor nu. Hartelijk bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer. APPLAUS